Heb je nog een tip voor Ben Sadiq, hoe hij misschien in het vervolg wel mee kan doen aan dit klassement? Jazeker, hou je vooral aan de regels. Dan is er geen probleem. Ja, we zijn hier op de mediadag van het Glory Zwaargewicht toernooi op 9 maart. En waar de organisatie hoopte dat het vooral over het toernooi zou gaan, worden er behoorlijk wat vragen gesteld over de afwezigheid van Ben Sadiq. Ja, Rico, hoe voelt het? Misschien is dit wel een prijs die je zou kunnen winnen eventueel. Nou. Zou kunnen winnen. Uiteraard gaan we die winnen. Daar zijn we klaar voor. We hebben er zin in. Het is echt een hele grote prijs waar ze echt voor gaan vechten. Want dit is levensveranderend geld. Het is niet, snap je, een beetje geld dat je van, oh, hey, is leuk, kan ik even mee. Ik zie het ook aan een mooie Richard Mill, is het of niet? Ja, zeker. Kijk, maar dat is wat ik zeg. En al deze gasten hebben belachelijk veel kwaliteit. Dus ja, ik durf niet te zeggen tegen wie ik het op ga nemen in de finale. Hoe kijk jij naar de hele rel rondom Ben Sadiq en Rico Verhoeven? Geeft dat voor jou kansen juist om een beetje uit de picture te blijven? Ik ben er niet heel veel mee bezig, eerlijk gezegd. Kijk, iedereen wil natuurlijk dat Jamal in het toernooi zit. Hij behoort tot de top. Dus dat is jammer dat hij er niet bij is. Maar dat heeft zo zijn redenen. En verder, ja, hun ruzie, dat is niet mijn ding. Ik ga me niet gek maken met hun ruzie. Ik heb wel een hele belangrijke eis. Ik zeg, ik ga sowieso niet mijn contract opengooien, dus verlengen. En niet in het toernooi meedoen als jullie dopingmaatregel niet verandert. En de straffen gewoon op een level zijn waar die echt op hoort te zijn. Dus dat de dopingcontroles door een onafhankelijke organisatie gedaan worden. Nou, dat was best wel een heftige eis. Nou, toen vielen de mensen uit. Nou, en toen kwam ineens Jamal ter sprake. Ik zei, nou, geen probleem. Ik zeg alleen, ja, je weet wat ik gezegd heb over die dopingcontrole. Hij is een veelpleger, dus zorg dat hij... Heb je nog een tip voor Ben Sadiq, hoe hij misschien in het vervolg wel mee kan doen aan dit klassement? Jazeker, hou je vooral aan de regels. Dan is er geen probleem. Als hij gewoon gecontroleerd wordt, is er geen probleem. Kan hij gewoon meedoen. Nou, toen is Glory eigenlijk de onderhandeling aangegaan. Zijn ze daar niet over uitgekomen? Nou, en was hij ineens niet klaar voor het gevecht. Terwijl hij volgens mij al maanden riep, I'm ready, I'm ready, I'm ready. Dus ik heb geen idee. Blijkbaar was hij er nog niet klaar voor. Ga je je kans grijpen om het misschien wel te laten lukken deze keer? 100%. Ik ben hier al jaren mee bezig. Ik droom hier al jaren over. In de afgelopen jaren heb ik wat tijd verloren in de sport. Ik ben vader geworden. Wedstrijden die niet doorgingen. Tegenstanders die afzeiden. Dus ik heb gewoon helaas niet zoveel kunnen vechten als ik zou willen. Maar nu staan we er. We zijn fit. En je kan zomaar nu drie wedstrijden op de avond winnen. En dan haal je het allemaal in. Maar vaderschap maakt het je sterker en krachtiger dat je wil winnen voor de kleintjes? Of maakt het je juist misschien toch wel wat zwakker omdat je papa bent geworden? Nou, het eerste jaartje met weinig slaap maakt het me vooral wat zwakker. Maar nu maakt het hem 100% sterker, man. Ik denk dat het hem sterker maakt. Waarom? Omdat hij heeft nu een nieuw doel. Snap je? Eerst heb ik altijd het gevoel van je vecht soort van voor je, in ieder geval voor jezelf. Gewoon. En nu heb je ineens een gezin waar je voor moet zorgen. Ja, dat is toch het mooiste wat er is als je dan 500.000 euro mee naar huis kan nemen naar je twee nieuwe kinderen. Dit is mijn tijd, dit is mijn jaar en dat gaan we laten zien 9 maart. Toppie, dankjewel. Dankjewel vriend, thanks. Dankjewel. Heb je deze video helemaal gezien en vind je onze omroep ook de mooiste omroep van Nederland? Abonneer je dan op ons kanaal en like alsjeblieft deze video. Is dat lekker?